Mijn gezondheid is een hele tijd heel slecht geweest. Zo'n 5 jaar geleden ben ik dan uit een AMBZ-instelling hierheen gekomen. Toen had ik elk half jaar gewoon een flinke longontsteking. En sinds dat ik hier woon, ja, of het nou komt door de goede zorg van mijn vrouw, dat kan natuurlijk ook, maar ik denk dat het vooral komt door de focus dat ik nu niet om het half jaar, maar sinds 3 jaar geen longontsteking meer heb gehad. En ik denk ja, dat vooral ook de keuzevrijheid is van, als ik moe ben, ben ik moe. En als ik niet moe ben, dan blijf ik in de stoel zitten. Terwijl toen was het zo, als je ziek bent, dan blijf je maar in je stoel zitten. Of je staat maar om 7 uur op, oh, heb je nog een halve longontsteking. Terwijl nu heb ik daar de keuze in. Dat voorkomt een hoop, ook een hoop kosten. Want daar gaat het nou om. Elk jaar, half jaar ziekenhuis lijkt me toch veel kostenplaatje ook een stuk hoger. Daarnaast ook nog een keer. Als ik dan verkouden ben, moet ik wel eens hoesten, dan heb ik last van slijm. Focus is daar speciaal voor opgeleid, dat ze dat kunnen doen. En Focus is ook verantwoordelijk voor dat ze de handelingen blijven kunnen. En wat ook het voordeel is, je hebt steeds vaste mensen. Ik heb nu al 5 jaar best wel een aantal vaste medewerkers. Terwijl in een verpleeghuis zijn het vaak korte contracten. En 0-uur contracten, wisselende diensten. Dus heb je zoveel mensen aan je bed die je steeds opnieuw als uit moet leggen. Die bepaalde handelingen niet mogen doen. Terwijl Focus doet op een betere manier door mensen in principe geschoold te scholen. Wat ik kon vinden is dat ik een brief naar de staatssecretaris stuur. Met mijn persoonlijke verhaal. Krijg je standaard reactie van de staatssecretaris. En ook van andere politieke partijen en ook buiten de coalitie. Standaard reacties en ze gaan niet in op mijn persoonlijke situatie. Terwijl het eigenlijk wel de staatssecretaris was toegezegd dat ze dat zou doen. En dat valt me eigenlijk heel erg tegen. Dat wordt een beeld geschept van ik kan met iedereen in gesprek. Maar ik merk er niks van. Omdat ik nu beademing heb. Totaal 24 uur per dag in ieder geval. Zou ik dan waarschijnlijk in een verpleeginstelling komen. Of een AWBZ-instelling. Maar die zijn er maar. Voor mensen met beademing. Die zijn er maar een paar. Ik geloof 1 in Nijmegen en 1 in Tilburg. En dat is het dan. En voor de rest ja, naar een verpleeghuis denk ik. Ik heb geen idee hoe. En want PGB zou een oplossing zijn. Maar dat bestaat eigenlijk ook niet meer. Dus ik heb zo geen idee waar ik heen moet. Naar een instelling. En dan kan mijn vrouw een flatje verderop gaan wonen. En die kan dan 1 keer per week op bezoek komen. Stel dat we een kind zouden hebben, kan ik 1 keer in de week komen met papa op bezoek. Want je kan niet met je kind en met je vrouw in huis wonen. Dus dat is eigenlijk waar het op neer zou komen, een instelling. En dat zou voor mij een schrikbeeld zijn.